Als er ergens een weg opengebroken is, zoals hier aan de Heijendaalseweg in Nijmegen, dan is dit wat ik nu doe nog steeds bijna crimineel te noemen. Want fietsen op de stoep mag nu eenmaal niet. Er zijn gisteren foto's gemaakt hier van hele slimme agenten die op het hoekje staan om de mensen die op de stoep fietsen te bekeuren. En wat mij betreft, ik kan er eigenlijk alleen maar ontzettend respect voor uitspreken dat deze helden het aandurven om deze ongelofelijke misstanden in de maatschappij op deze manier aan te pakken. Ja, stap jij maar eens eventjes af. Wat ben jij aan het doen? Fietsen. Dat mag helemaal niet. Ja, dat weet ik. Waarom doe je het dan? Omdat ik het door moet, anders moet ik helemaal omfietsen. Je hebt mazzel dat ik geen politie ben. Ja, dankjewel. €50 gekost, hè? Okay. Pas erop! Als je op deze foto kijkt, dan zie je dat die agent daar op dat hoekje moet hebben gestaan. En dat betekent weer dat deze foto's vanuit dat raam ergens genomen moeten zijn. Ah, kijk. De spits. Hier hebben de foto's ook ingestaan. Die hebben ze trots aan een deur gehangen. Ben jij die ontzettende verrader? Ja, inderdaad, ja. Die het onze helden van de politie onmogelijk proberen te maken om te werken? Ja, dat is aardig gelukt, dacht ik zo. Dus, Jij hebt de foto's gemaakt? Ja, ik heb gistermiddag een aantal fotootjes geschoten en naar geen stel.nl verstuurd. En toen waren ze ook zo weg. Vijf minuutjes later zagen ze mij en toen reden ze terug op de motor. Ik vind het gewoon een flauwe streek om te doen. Een flauwe streek? Ja, een flauwe streek om die boetes zo... Van de politie? Voor zoiets simpels. Maar weet je wel wat voor belangrijk werk zij doen? Ach, dat is gewoon belangrijk werk, joh. En hier in Nijmegen zijn verkrachtingen, die worden niet opgelost. Nee, maar ja, op de stoep fietsen, dat vind ik ook niet niks, hoor. Nou, dat is super erg, ja. Ja, stapt u maar eens eventjes af. Waar denken wij in hemelsnaam mee bezig te zijn? Nou, ik fiets op de stoep, want ik moet naar mijn werk. Maar dat mag helemaal niet, hè? Nee, ja, maar ik vind dingen die niet mogen, vind ik meestal niet zo erg. Ik had goed gekeken of er politie was. Nou, had ik je nog zo gewaarschuwd. Ze hebben me gepakt. Nou, had ik je nog zo gewaarschuwd. Ja, ik vind het een beetje een jammer verhaal. Jammer verhaal? Ja. Maar deze meneer doet gewoon hartstikke goed werk. Ja, dat zag ik ook niet. Want ik wou u eventjes feliciteren. Ja, dat hoeft niet. Nee, maar dat wij het goed werk vinden wat jullie doen. Ja. Vindt u dat ook? Het hoort erbij. Maar ik wil liever niet gefilmd worden, hoor. U wil niet gefilmd worden. Nou, nogmaals dan bij deze bedankt voor de hulp. Ja. Om het veilig te maken hier. Ik weet hier. Of het weet, maar gisteren is het een aanrijding geweest. Een schooljongetje, dus vandaar dat we het extra in de gaten houden. Ja, maar dat is ook goed. Want op de stoep rijden, dat is niet zomaar iets. Bedankt, hè? Nou, en jij sterkte, hoeveel kost het? Dat weet ik nog niet. Hoeveel kost het? Twee tientjes. Twee tientjes? Nou, dat is ook niks. Mag wel wat omhoog van mij eigenlijk. Ja, die kans. Had u deze foto's ook nog gezien eigenlijk? Staat u er nog tussen? Geen commentaar. Geen commentaar? Geen commentaar. U staat niet graag op foto's? Nee. Dat hoort niet bij het werk. Wat zegt u? Maar deze zijn daar gisteren genomen. Nou, nogmaals namens geenstel.nl. Hartelijk dank dat u dit voor ons doet, hè? Ja. Succes, hè, daarmee.